Hey kijkers van mijn kanaal, ik ga het vandaag over een leuk, pittig onderwerp hebben. Iets waar wij als YouTube de afgelopen paar dagen het alleen maar over hebben. En voordat ik het over uiteraard Famke Louise op mijn money ga hebben, wil ik even een paar dingen duidelijk hebben. Doe ik dit voor de views en het geld? Ja, op mijn money. Nee, natuurlijk doe ik het er niet om. Morgen heb ik een video, eigenlijk een parodie, op haar nummer gemaakt. En het leek mij wel handig om, voordat ik dat zomaar drop, even een uitlegvideootje te gaan doen. Want heel veel mensen denken waarschijnlijk dat ik Famke's nummer en misschien haar hele persoon niet mag. Of in hetzelfde rijtje plaats als andere artiesten die voor lul gezet worden. Er zijn inmiddels al parodies van Famke's nummer online gekomen. En er zullen er vast nog meer komen. En eigenlijk het enige wat er gedaan wordt is haar belachelijk maken. Nou, dat doe ik niet zonder ook maar één keer een dis of een sneer of een wat dan ook naar Famke te brengen. Ik hoop dat dat duidelijk is. Doe ik dit voor het geld? Tuurlijk, elke YouTuber doet alles voor het geld. Daar komt op neer, het is onze baan. Maar niet met een bewuste, Famke heeft iets gemaakt, ik ga erop reageren. 10 minuten werk en cash je maar. Ik heb er een heel product omheen gemaakt zometeen. En die ga je morgen ook zien op dit kanaal. Dus, nou dat duidelijk is. De algemene consensus, de algemene mening eigenlijk een klein beetje van heel erg veel kijkers. En dat zie je ook aan de dislikes. 60.000 likes, maar ook 60.000 dislikes. Is dat het een slecht nummer is, dat ze niet kan zingen, dat ze onzeker is, dat ze plat is, dat ze... Noem het allemaal maar op. Zij wordt momenteel een soort van geleefd door management. Dus die vertellen, yo Famke. Eigenlijk moet jij het zo doen dat jouw ex... Dat is natuurlijk, die wordt als algemeen als een klootzak gezien. Wow. Dit is het moment voor jou om je imago om te draaien. En ik denk dat dat momenteel gebeurt. Dat houdt in dat ze eerst in een aantal video's, ook een viral trouwens, geweest. Dat zij ging reageren op mensen in een pretpark was het geloof ik. Van wat ze van haar vonden. En vervolgens komt ze zonder dat niemand het verwacht had. In één keer met een eigen nummer. Ze gaat in één keer zingen. Nou, wat vind ik van YouTubers die in één keer gaan zingen? Daarvoor moet je even de video van Barno kijken. Daar heb ik samen met hem uitgebreid over zitten praten. Dus als je zegt van, aan de ene kant, sommige YouTubers hebben niet superveel talent om te zingen. Maar waarom doen ze het dan? Ja, waarom doe ik roleplay? Ben ik een acteur? Nee, ik ben helemaal geen acteur. Waarom doe ik parodies? Kan ik zingen? Nee, helemaal niet. Het draait er uiteindelijk om wat de kijkers van dat kanaal heel erg leuk vinden. In het geval van Famke Louise is het ook nog eens een keer zo dat er heel erg veel mensen van buiten haar eigen fanbase achter de track kwamen. Omdat die op trending stond. En toen zeiden ze, Jezus, wat is dat slecht. Nou, hebben jullie ooit het nummer van Mr. Polska gehoord? En dan vind je dat slecht. Interesting. Ik vind persoonlijk het nummer niet slecht. Vind ik hem super, super goed? Nee, omdat het mijn soort muziek niet is. Ik hou niet van het wat tegenwoordig jongeren luisteren. Daarvoor ben ik inmiddels ook 30. Ik hoef het ook niet meer leuk te vinden. Dat is een beetje een soort van traditie. Als je ouder wordt, dan moet je de muziek en de trends en de hypes wat jongeren leuk vinden, kut vinden. Per definitie. Fidget spinners. Dat soort dingen. The Dab. Hallo. Ja. Sorry. Als je wat ouder wordt, dan heb je echt zoiets van... Waar zijn jullie mee bezig? En over 10, 20 jaar hebben jullie die nu aan het kijken zijn dat ook over dingen... Wat de jeugd rond die tijd doet. Zo werkt dat. Dat is nu helemaal de hele samenwerking. Zo heet het. Gaat het riedeltje. Dus ik vind het nummer wel oké. Ik kan merken dat er tijd en aandacht in de clip gestoken is. Heel veel zelfs. Er zit een relatief goede producer achter volgens mij. Kan zij zingen? Nee, waarschijnlijk niet. Maar dat kan ik ook niet. Ze maken er wat van in de after edit. En vervolgens voilà, je hebt een product. Je merkt wel dat haar fans, en sowieso heel veel liefhebbers ervan, het ook echt oprecht heel tof vinden. Dus blijkbaar doet ze wel iets goed. Waarom wordt er nu in één keer vergeten dat zij ook een YouTuber is? En dan heb ik het niet zozeer over de kijkers en de random mensen. Hey, nummer trending nummer 1, wat is dat? Ik heb het over de andere YouTubers. Ik heb het over de YouTubers die zien, 1 miljoen views. Ik ga daar een reactievideo op maken. Letterlijk het hypocriete stukje, wat ik nou dus ook doe. Alleen, het wordt gebruikt om... De algemene mening is een beetje... het is een beetje kut. Ja, ze kan niet zingen. Heel veel autotune. Dat is volgens heel veel mensen ook heel stom, blijkbaar. Terwijl letterlijk bijna elke artiest het gebruikt. Alleen misschien niet in die mate, maar ze gebruiken het. Wij zijn dus aan het meehelpen om de carrière van een mede-YouTuber in Nederland minder te maken. Niet kapot te maken, dat is vast niet het idee van sommige mensen die een reactievideo maken. Maar we zijn wel actief bezig om iemands droom op die manier in duigen te slaan. Waar zijn we dan mee bezig precies? Het is niet erg als iemand echt iets gigantisch doms doet, zoals een Snapking, om daar iets over te zeggen. Dat maakt niet uit. Of een Rice Gum in Amerika of een Jake Paul. Dat is niet erg om daar een mening over te hebben. Maar wat ze doet is, ze brengt een nummer uit. En wat hebben we altijd gezegd? Je hebt het zelf waarschijnlijk ook als YouTuber gezegd een keer. Als je het niet leuk vindt, dan...
kijk je niet. Precies, dan kijk je niet. Het wordt momenteel een beetje te veel gebruikt, naar mijn idee. Niet om een weergave te pakken of om je mening te geven. Daar is YouTube voor. Ik ben 100% voor free speech. Doe dat. Maar het wordt momenteel, in mijn mening, te veel gebruikt om voornamelijk publiek te vergaren die haar al kut vinden. En dan keihard te roepen. Ja, is vet kut. Op die manier meer abonnees krijgen, meer steun krijgen, meer likes krijgen, meer views krijgen. En dat vind ik jammer. Dus ik doe het onpopulaire en ik geef mijn echte mening. Zij maakt het wel even. Zij staat op trending plaats nummer 1 en jij momenteel niet. En daarom ben je waarschijnlijk ook voor een groot deel salty. Famke Louise, als je het ziet. Ik heb geprobeerd contact ook met je op te nemen, zodat je eerst mijn parodie even kon horen, maar dat loopt nog even via ons netwerk, allebei RTL, kwam ik achter trouwens. Ik wil wel eventjes aan jou zeggen, leuk nummer, niet mijn smaak, maar tof gedaan. Ik ben heel benieuwd wat jij hierna gaat uitbrengen, of je verder gaat met de muziek of niet. Vergeet niet de haters gewoon een beetje te negeren. Ik weet hoe moeilijk het is, zeker als het er 60.000 zijn, maar kijk naar een Armo onder andere. Misschien wil je niet naar Armo kijken, maar kijk er even naar. Ook heel erg veel haat gehad. Maar die zit wel constant hele zalen vol te rappen. Het kan. Ik hoop dat je de parodie ook leuk vindt. Bij deze geef ik jou, ondanks dat de instrumental zelf gemaakt is en de tekst zelf gemaakt is, omdat het op jouw nummer gebaseerd is, heb je ook alle rechten om hem te kunnen claimen. Gaan we het niet moeilijk over doen. Ik ga er geen boze mailtjes over sturen. Als jij mijn parodie wil claimen, zeker als hij een paar ton heeft, lekker doen, meisje. Dat geld heb jij verdiend, niet ik. Heel bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop dat de boodschap een klein beetje duidelijk is wat ik hiermee bedoel. Famke Louise. Of je het nou leuk vindt of niet, later in de waarde. Want dat gebeurt momenteel totaal niet. Niet alleen door kijkers die anoniem achter het computer zitten, maar ook door YouTubers voor hun eigen gewin. En dat vind ik heel erg jammer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een like achter te laten. De comments mogen gewoon wat je wil. Freedom of speech, nogmaals, als jij het alsnog kut vindt, kom met een goede reden. Niet van, dat is gewoon kut. Of, oh, David Geldwolf. Kom even met een onderbouwde mening. Dan ga ik er misschien op reageren in de reacties. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even te abonneren op DDG. En morgen komt de parodie online. Van om mijn money. Ciao.